Kalmte. Ik denk dat kalmte een van de meest belangrijke dingen is voor paarden in de relatie met mensen. Nou heb ik natuurlijk een klein handicapje van 80 centimeter en dat is Tibor. Tibor is ontzettend tevreden, heeft geen problemen en wil altijd wel leuke dingen doen. Vindt het ontzettend leuk om kunstjes te doen. Goed, oké. Dan begin ik een filmpje en dan komt Tibor op me af en dan doen we een paar kleine kunstjes. Nou, waar blijf je? Kijk, dat is nou typisch Tibor. Die doet het wel. Maar als hij maar lol kan hebben, dan is het bedachtig. En zijn vriend begroeten en samen hooi eten. Ook dit is een onderdeel van kalmte. Het vriendschap hebben met een ander paard. De Grijze en Tibor zijn dik bevriend. En ik interrumpeer ze door naar ze toe te lopen. Ik gebruik Tibor ook heel vaak als voorbeeld. Voor de Grijze ook. Om te laten zien van kijk, de kleine kan het, vertrouwt me door en door, we kennen elkaar. Hoewel als Tibortje dan weer uit zijn bakje is met zijn mond vol hooi, dan is die ook opgewonden en dat is hartstikke besmettelijk. Waar ik nu op... Ik moet altijd gaan lachen om Tibor met zijn schuddende hoofd en zijn mond vol met hooi. Want die vindt alles leuk. Waar ik nu op ga focussen, want ik kreeg van iemand horen die zei van ja, maar dat gejaag. En ja, het is geen gejaag, hè? Wat ik kijk, die wordt je. Hij is ook knap. Het is geen gejaag, het paard loopt eerder weg. En wat ik wil doen met hem in beweging zetten, is dat ik de controle over de beweging terug wil vragen. Dus als hij gaat rennen, ga ik daar geen moeite voor doen. En dat gaat ook niet met een los paard, want een los paard stoppen, ja, ik kan het wel, maar dat moet je echt kunnen. Een los paard stoppen is bijna onmogelijk. Lukt pas als het paard het zelf wil. Dus ik heb toch die opmerking aangetrokken en gedacht van weet je wat, ik ga gewoon inderdaad eens wat meer laten zien hoe ik zijn tempo kan regelen. En hoe ik hem op een afstand toch kan laten stoppen. Nou, hier laat ik hem kalm om me heen stappen, dat is het enige wat ik wil. En Tibortje heeft wat afgereageerd. Tibor is natuurlijk wat dat betreft aan de ene kant lastig. Aan de andere kant is hij ook, ja, het is wel een voorbeeld voor dit paard. Nou, ik laat hem, dat vind ik sowieso een voorwaarde, laat een paard binnenom van hand veranderen. Dus vraag hem naar je toe te gaan en stuur hem dan als het ware weg. Kijk, dit mag dus niet. Hier zeg ik ook wat van. Ja, want dit is zijn hoekje. Hij staat daar veilig achter Tibor, achter zijn bakje. En ja, ik wil gewoon dat hij zich bij mij ook veilig voelt. En hoe kalmer ik ben, hoe blijer ik ben, hoe meer hij geneigd is om dat over te nemen. En je ziet dat het op een afstand, dat grondwerken, niet altijd even makkelijk is. Want het paard is gewoon niet wat je doet, niet altijd wat je wil. Nou, Tibor laat weten dat hij het al lang kan. Een paard, je moet dat paard echt kunnen sturen. En je moet ook precies weten van wanneer laat ik hem bij me komen en dan geef ik hem een beloning, een voedselbeloning of een aanhang of iets anders. En wanneer laat ik hem van hand veranderen? Nou, ik kies ervoor om hem zo kalm mogelijk te maken. En ik zie nu eigenlijk, hè, dat kan je niet zien als je ervoor staat, maar ik zie aan de staart dat die kalmte wel in orde is. Dit is wat ik wil zien. Dit is het paard wat ik ontspannen naast me wil hebben. En natuurlijk kan je een paard allemaal vastbinden met allerlei middelen, maar dat is dus niet wat ik doe. Wat ik doe is een paard helpen om zichzelf te vermannen en om samen met mij te werken. Ik zie hem ook met zijn hoofd regelmatig schudden. En dat zijn toch signalen van een soort spel. Dat zijn, nee, je gaat hier weer niet het van hand veranderen wat ik wil. Het komt heel nauw en het ziet eruit alsof je niks doet, maar denk erom dat er heel veel gebeurt. Je ziet het ook aan de reactie van het paard. Dat hoofdschudden, dat wiebelen met zijn hoofd, dat interpreteer ik toch wel als een giechel. Hier zie ik zijn staart beschreven, hè? Er is dus spanning. Nou, dat zal nog diverse keren van herhaling, herhaling, herhaling nodig hebben om die spanning weg te nemen. Maar dat hoofdschudden, en dat zie je af en toe, en ik zal het vanaf nu gaan noemen wanneer het gebeurt. Dat is een spel. Nu corrigeer ik, want nu heb ik gevraagd om te komen. Juist. Maar het hoofdschudden is een spel. Dat doen ze in hun eigen spel ook. Dit is ook een mooie manier van hand. Kijk. Hier zie je hoofdschudden.
Je zou kunnen zeggen, hij wint het. Dat is niet helemaal waar. Het is geen winnen of verliezen. Maar hij doet wel iets waarvan hij heeft in de gaten heeft van ik kan het. En nu corrigeer ik. Ben ik heel boos. En dit is waar ik naartoe wil. Ik wil dat alle dieren die ik corrigeer naar me toe komen. Zodat ik kan vertellen dat ik hun geweldig vind, maar dat gedrag niet accepteer. Ik heb hem net best wel fors, spoel het maar eens terug. Ik heb hem best wel fors gecorrigeerd. Met mijn boosheid, met mijn zweep op de grond slaan. Precies wat hij ontzettend eng vindt. Maar ik heb hem ook verteld dat ik hem prima vind. En zo leer ik een paard bij me te komen. En dat bij me komen altijd goed is. En kijk eens hoe mooi hij hier van hand verandert. En dit geeft hem ook een lekker gevoel. Je ziet het aan zijn hoofd. Hoewel ik nu zie aan zijn staart, ja, daar hangt nog steeds wat scheefheid. Hè? Maar hij stapt overwegend. Dan begint hij net. Kijk, dit is dat schudden. Het schudden is een teken dat hij tevreden is. Dat is een teken van plezier. En dat vind ik goed. Dat is prima. En dit is geen echt longeren. Dit is voor mij echt wat ik noem het grondwerk, het basiswerk. Het helemaal opnieuw, als het ware, afspraken maken van hoe werken we met elkaar samen. Hoe kan ik jou rustig krijgen? Hoe kun je mij leren kennen? Hoe kun je mij vertrouwen? Je kunt me vertrouwen. Hand uitsteken. Vragen. Voedselbeloningje erbij. Niet voor elk wissewasje een voedseltje geven, want dat is ook weer overdreven. Maar je mag wel degelijk aan een paard laten merken dat je tevreden bent. En het gaat er mij om dat dat paard zich lekker voelt. En zeker met de beschadigde paarden. Dat lekker voelen is veel belangrijker dan wat hij moet leren. Er was ook iemand die zei van, ja, maar hij moet toch leren aan een longeerlijn te lopen? En ja, dan kan ik niet anders zeggen, dat heeft hij al geleerd. Alleen, er is iets fout gegaan in dat leren. Dat wil zeggen, hij is daar heel bang van geworden. En hij is gevoelig. Nee, je ziet het ook, er gebeurt bijna niets. En toch reageert hij daarop. Hij is gevoelig. Dus het is aan ons om op een verstandige manier om te gaan met die gevoelens die hij heeft. Iets te vlot, paso, dat is het woordje wat ik introduceer voor stap. En het maakt niet uit of spreek je Russisch of Chinees, het maakt niet uit wat je zegt. Het gaat om de intentie erachter die hij kan opvolgen. Kijk eens hoe hij dat doet. Nee, dit vind ik, dit is voor mij heel fijn werk. En ik wil hiermee laten zien dat het voor mij inderdaad erom gaat dat ik ook, of juist, naar die rust kan werken. Maar als zolang hij het nodig heeft om af en toe zijn energie kwijt te kunnen inrennen, heb ik ook vind ik dat je dat ook moet toestaan. Je moet een soort van balans vinden in het. Kijk, dit is spel en zo interpreteer ik het ook. Ik ga er niet moeilijk om, ik ga hem niet corrigeren, niet straffen. Ik ga hem alleen vertellen wat ik moet. Maar waar het mij om gaat, is dat je balans vindt tussen wat moet. En wat leuk is om te doen, want een paard vindt dit leuk. Paarden vinden het leuk om met ons samen te werken. Anders zouden ze niet zo lang al bestaan hebben. En ik vind het leuk om met paarden te werken. En hier weer laat ik hem, geef ik hem wat lekkers, geef ik hem. En ik wil dat gezicht zien, dat trotse gezicht. Ik wil dat hij naar me toe komt. Ik wil dat hij het best fijn vindt bij me. En ik betrap mezelf erop dat ik nog veel te veel in die neus zit. Ik altijd bij anderen zeg, niet aan die neus, niet aan die neus. En wat doe je zelf? En hier staat hij in een soort ezeltje strekje stand. Ook nog niet echt het teken van ontspanning. Maar door die rust erin te bouwen in zijn werk, gaan we daar naartoe werken. Ja. En ik moet veel lachen. En lachen helpt. Het helpt mij, maar het helpt het paard ook zeker. Want het geeft het schept een hele ontspannen stemming. En dat hij nu niet meeloopt, terwijl ik eigenlijk mijn hand uitsteek. Dat is geen blamage, dat is niet fout of niks. Dat gebeurt zo. En ik ga niet corrigeren, want het is geen kind. Het is een paard. Een paard wat wil leren om met de mens om te gaan. Kalmte. Heel belangrijk in je relatie met mensen.